Goed initiatief, landelijk initiatief, dat is de Nationale Sportweek. Dat is deze week van 18 tot en met 25 april. Ja, dat is een initiatief wat wij absoluut ondersteunen als vereniging en daarom doen wij daar ook aan mee. Vandaag is het dan bij Lekkerlingen, hebben ze gekozen voor de voetbaldag. En als vereniging willen wij dat heel graag invullen, dus vandaar dat we er ook zijn. Nou, de KNVB heeft samen met de SMVC Fairplay hier de gymlessen verzorgd. Daarin hebben ze voetbaltraining gegeven, zowel in de zaal als op het veld. Nou ja, dit is eigenlijk in teken van het project Tijd voor Sport, waarin we de pijler school en voetbal hebben. En we eigenlijk leerlingen willen laten kennismaken met voetballen en ook wellicht willen toeleiden naar de club, en dat is in dit geval SMVC Fairplay. We beginnen met een klein openingswedstrijdje tussen een aantal mensen van de KNVB en onze eigen leerlingen. Sport maakt als je hebt geleerd je hoofd leeg. Dus na het sport heb je ook weer tijd om ja, kennis tot je te nemen. En sport is natuurlijk hartstikke gezond. Sport houdt je fit en conditioneel op peil. Als vereniging naar buiten treden, je laten zien binnen een rijk, bij scholen. Dat is waar we bij Fairplay mee bezig zijn en waar we ook mee door zullen gaan. Vandaag hebben tussen de 600 en de 700 leerlingen meegedaan. Nou, wat je gewoon merkt is dat de kinderen super enthousiast zijn en dat ze het heel erg leuk vinden. Het zijn heel enthousiast de leerlingen om lekker een tijdje te voetballen. Ja, leerlingen vinden dit soort dingen erg leuk. Contact, andere vorm van contact wat leerlingen op dat moment met elkaar hebben. En dat is heel mooi om te zien en ik denk ook heel waardevol. Ik vond het heel leuk, want ja, normaal doen we eigenlijk nooit iets met voetbal. Ik vind het wel leuk als ze met de hele klas iets doen en als ze zo gecoacht worden. Dus ik hoop dat het vaker komt. Ik denk dat de Nationale Sportweek een ontzettend goed initiatief is om jongeren toch weer even te prikkelen van hey, sport, dat is belangrijk voor je en is ook hartstikke leuk.